project waar wij nu mee bezig zijn, dat is een bestaand kantoorpand. En wij realiseren hier uiteindelijk 168 studentenwoningen. Met in de onderzijde van het gebouw een commerciële plint. En dat doen wij in opdracht voor de KEI. En inderdaad, nagenoeg in het hartje van Amsterdam. Echt een binnenstedelijke transformatie is dit. De positie die wij hebben binnen Van Wijnen als R&T, vind ik dat wij in de mooiste stad van Nederland mogen transformeren. Met hele mooie panden en persoonlijk, je zal het misschien wel aan de tong vallen horen, ik kom uit de buurt. Dus ik vind het, net als de uitvoerder, wil je niks liever dan in deze stad grote werken maken. We zijn gewoon als team en als afdeling heel erg enthousiast en heel erg verbonden met elkaar. En de ervaring, dus iedereen die is en heel goed in wat hij doet en die vindt het ook nog eens heel leuk. En dat samen, dat maakt dat we de beste willen zijn van R&T Van Wijnen. Ik ben opgegroeid en opgevoed in de bouw door mijn vader, die ook zelf bijna 50 jaar in uitvoering heeft gezeten. Voor mij bestaat er eigenlijk niks anders dan renoveren en transformeren. Voor mij is het voor het eerst dat ik een project zo kaal haal, zeg maar. Maar de transformatie van deze orde in de binnenstad van Amsterdam nog eens een keertje, dat komt niet heel vaak voor, ook niet in mijn agenda. Ja, als je begaan bent en enthousiast bent over je werk, dan probeer je ook het werk zo efficiënt mogelijk te doen, zeker in mijn functie. Nou, daar hebben we een paar projecten geleden bedacht dat we de werktekening gewoon één op één vertalen op de vloer. Dat is efficiënt voor de boarder, voor het materiaal, de wandenbouwer. Wij halen alle kinderziektes er al uit door dit op de vloer aan te brengen, zodat de wandenbouwer ook niet hoeft te zoeken en eigenlijk geen tekeningen meer nodig heeft. We staan hier aan de binnenkant van de DC van Alstraat. We gaan hier alle galerijen eraf zagen en ook het lifthuis gaan we naar beneden halen. Dit is ook het meest ingrijpende wat we op sloopgebied voor de transformatie moeten uitvoeren. We zijn nu druk bezig met de asbestpanelen die onder erin zitten. Die worden aan de A-gevel op dit moment verwijderd. Dan gaan we volgende week de restant van deze stalen kozijnen eruit halen. En er komt straks een hoogwaardig gegeven voor terug uitgevoerd in HSB. Want de nieuwe appartementen zijn straks volledig opnieuw geïsoleerd. Zowel de vloer als de tussenwanden als de gevel. Het is een echte transformatie, niet alleen bij het uitkleden van het gebouw, maar ook als het gebouw straks klaar is en de stijgers naar beneden zijn, is het een totaal ander gebouw. Ja, het kantoorpand is echt een lelijk eentje binnen deze binnenstad en wij gaan er een pareltje van maken. Dus,